Cineac Den Haag. Mijn naam is Jurien Holler en we zijn in hangar nummer 36 aan de Bink. Vanavond Drang speelt Palestra Rex. Ik ben benieuwd. Ik sta hier met Monique Baas, regisseur van Drang. Wat gaan we straks allemaal zien? Wij gaan straks kijken naar Palestra Rex. Dat is deze nieuwe locatie voorstelling van Drang. En wat kan ik allemaal vertellen over de voorstelling? Het is een science fiction thriller. Aliens? Nee, absoluut niet. Geen aliens, geen laptops. Ruimtewezens? Screens, nee, helemaal niks. Nee. Wat dan wel, vraag je je af. Deze voorstelling gaat over een oude mevrouw, 73 is ze, die niet meer in Nederland wil wonen, omdat ze... Kan ik me voorstellen. Ja, ze wil ontvluchten aan eigenlijk dat alles maar openbaar moet zijn. Je mag geen geheimen meer hebben. Ze wil vluchten uit Nederland. Ze heeft een fantastisch plan, maar ze wordt gepakt. Omdat ze de wet voor verplichte terugkeer wil overtreden. En dat mag niet. Klinkt zwaar allemaal. Je moet namelijk terugkomen in Nederland. Je mag niet zomaar weg. Daar loopt ze. Ze wil nu ook al weg. Ze wordt opgepakt. Dan komt ze onder verscherpte controle. Dan zijn er een aantal kids die dat doorhebben. En die gaan haar helpen om te ontsnappen uit Nederland. Hoe kom ik erop om dit te doen? De reden dat ik erop kwam was omdat een vriendin van mij kreeg een dochtertje. Ik had het heel druk met werk, dus ik kon niet komen kijken op kraambezoek. En dan wil je het gaan hebben over mensen die in Nederland gaan ontvluchten? Nee, luister, laat me uitpraten. Zij zei, ga kijken op Facebook, want er staan foto's. Dus ik kijk op Facebook en ik blader terug in de tijd en ik zie een foto van dag 1. Ik denk, leuk, dag 1, laat ik gaan kijken. Ik zag een foto van haar, ze ligt op een ziekenhuisbed. Helemaal ontbloot van de bovenkant. Baby op haar buik, haar man staat ernaast met een schaar om de navelstreng door te knippen. Dit alles onder een soort van enorm heilig licht. Ze ligt er echt bij als de Maagd Maria. En ik was zo enorm geschokt door die foto. Ik dacht, waarom wil je dat op Facebook zetten? Waarom wil je dat ik dat zie? Ervan uitgaande dat je waarschijnlijk ook nog 200 andere vrienden hebt die daar ook nog naar kunnen kijken. En ik begreep dat gewoon echt niet. Dus ik ben verder gaan kijken en ik heb me toch bedacht van ja, je kan dat allemaal wel erop zetten. Maar er zijn ook heel veel mensen die het kunnen bekijken. En er zijn ook heel veel mensen die kwaad kunnen met alles wat jij weggeeft aan informatie. En dat is eigenlijk hoe zich dat heeft ontwikkeld naar deze voorstelling toe. Dus kort samengevat gaat het eigenlijk om de manier hoe wij communiceren en wat er allemaal in de buitenlucht zomaar is. Ja, en ook over hoe de overheid die informatie tegen je kan gebruiken. Ah, hier komt de boosdoener. Absoluut, ja. En ja, je kan er niet omheen dat je ziet dat er nu een hele hoop dingen gebeuren wat betreft de openheid van informatie en de openheid van bestuur. En ja, er is zoveel aan de hand momenteel. Dus wat dat betreft zitten we er wel echt bovenop met het onderwerp. Leuk, we gaan het meemaken. Ja, nou veel plezier zou ik zeggen. Succes. Dankjewel. Ik zie een menigte van ontelbare mensen, alle gelijk en eender. Ze krioelen rusteloos door elkaar. Ze verschaffen zich de banale en vulgaire geneugten waar ze hun ziel mee verzadigen. Ieder van hen is teruggetrokken en geïsoleerd. Ieder van hen is als een vreemde voor het lot van alle anderen. Boven hen verrijst een immense beschermende macht. Deze neemt de verantwoordelijkheid geheel op zich om de mensen te verzekeren van hun genoegens. Om te waken over hun lot. Dit is op de dag dat hij benoemd werd tot kolonel. Moet je die snor zien, ouwe gek. Maar hij heeft me wel mooi aan de baan geschoppen bij de Marshall Zee. Dax, oh Dax, wanneer stop je? Stoppen, dat ken ik niet. Check dit. Dit is www.sexdax.com. Een mega geile database. Door Dax, voor iedereen. Wel is een account kan maken, hè. Maar kijk, hoe vet is dit. Foto's, filmpjes, geluidsfragmenten, wat je maar wil. Zo, wat is dat? Dat is onze hangout. Hangout? Onze stamkroeg. Onze? Wie zijn dat dan? Wacht. Kijk. Dit is ons guild. We zijn met 19 leden. En dat is mijn avatar. Appeltaart? Nee. Avatar. Een poppetje. Oh, wel een poppetje. Kijk. Deze. Zo. Dat is een dikkerd zeg. Het is wel een vrouw. Ja. Volle bloesem. Ja. Ja, en dat vind ik geen type voor jou. Nee. We
Het is belangrijk dat u eerlijk antwoord geeft op de vragen die ik u stel. En er is geen goed of fout, dit is geen quiz. Heeft u het gevoel dat u zelf kunt bepalen welke richting uw leven opgaat? Natuurlijk. Zou u uw steentje willen bijdragen om het leefklimaat in dit land zo optimaal mogelijk te maken? Absoluut. Bent u vluchtgevaarlijk? Ja. Staat u momenteel onder verscherpte controle? Ja. Omdat wij niks digitaal kunnen doen vanwege de zichtbaarheid en veiligheid. Veiligheid neemt alles meer tijd in beslag. Links liggen de heuvels die aan Limburg toe denken. En rechts het oneindige landschap van Sahara. En... Wat doe je nou? Afscheid nemen. Wat doe je nou? Wanneer is het voor u? Ik ben de hele dag bezig met het opruimen. Ik heb bijna niet geslapen. En wat is precies uw vraag? Waar is mijn oma? U begrijpt het. Palestra Rex, wat betekent het eigenlijk? Volgens mij betekent het Huis van de Koning of Paleis van de Koning. Hoe vond je het om zelf te doen eigenlijk? Om Ilse te spelen? Ja. Noah. Ilse, Noah. Al die namen. Maakt niet uit. Het is een fijne rol. We hebben heel erg gewerkt op improvisatiebasis en ook zelf wel gekeken van wat voor een personage zou het dan zijn. En ik vond het leuk om haar heel erg geëngageerd en... Zo'n links meisje dat ook heel erg bezig is met milieu, met mensenrechten. Waarom moeten mensen naar jullie voorstelling komen? Omdat het een gekke voorstelling is. En ja, omdat het is zo'n groot en belangrijk onderwerp nu. En het is ook gewoon een mooi stuk. Palestra Rex? Fantastisch, indrukwekkend. Waarom? Ik ga niet heel vaak naar het toneel, maar ik heb er eigenlijk van begin tot einde zodanig in gestaan dat ik me zodanig meeleefde, dat ik echt het idee had dat het mij aan het aangaan was. Wat doet het met je? Het zet me aan het denken. Waar dacht je aan? Ja, heel veel. Er gaat echt een hele storm door je heen aan dingen. Maar vind je dat zo? Beleef je dat ook zo? Dat de overheid Big Brother is watching you? Soms wel, ja. Ik vond het erg indringend. Ik ben heel erg onder de indruk van... Van de manier waarop je toch duidelijk wordt gemaakt dat niet al je informatie goed gebruikt kan worden. Privacy is een beetje een scheldwoord geworden. En iedereen zegt altijd van ja, maar ja, als je niks te verbergen hebt, dan is er niks aan de hand. Maar dat is natuurlijk niet het uitgangspunt. Het uitgangspunt is natuurlijk dat je recht hebt op privacy. En privacy is de enige manier waarop je nog een beetje kan beschermen. Maar is dat alleen de overheid dan? Zijn dat niet allemaal commerciële bedrijven als Google die voor veel geld jouw gegevens verkopen? Tuurlijk, ja. Als je op Facebook zit, wordt al die informatie wordt gebruikt. Hè, op Google en al die dingen. Dus dat weet je van tevoren. En daar moet je natuurlijk van tevoren een beetje over nadenken ook. Doe je dat? Ik heb erover nagedacht, natuurlijk. Maar ja, ik ben natuurlijk al wel bekend. Dus voor mij maakt het niet meer uit. In die zin is het niet zo... Alles ligt al op straat van jou? Nou, niet alles gelukkig, maar een groot gedeelte wel. Vertel nog iets wat er nog niet ligt dan. Nou, ik sta met één been in deze samenleving, met één been sta ik heel erg anders. Laat ik het daarbij houden. Dus. Ik zeg, we moeten naar Drank, we moeten naar Palestra Rex. Absoluut, ja. Kom kijken. Mijn naam is Jurriën Holler, dit was Cineac Den Haag.